Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude zette burgemeester Fred van Tricht de 19-jarige Thijs in het zonnetje. Ja, Thijs doet, maar dat geldt niet alleen voor Thijs, veel voor de scouting. Volgens mij ook dingen bij SJZ. Maar wat ik dit jaar echt bijzonder vond aan wat Thijs deed, is dat hij samen met een aantal van zijn maatjes deelgenomen heeft aan het Bassi-project. En dat was een project waar zij activiteiten hebben ontwikkeld door jongeren, voor ouderen. Nou, daar word ik echt zelf heel erg enthousiast van. En dus heeft de gemeente een verrassing voor Thijs. Ik heb het jongerencompliment van 2022 gekregen. Door mijn inzet als vrijwilliger in Zoeterwoude. Mede door scouting en project Bassi. Ja, wat is dat, project Bassi? Dat was een project dat was opgezet zodat jongeren uit Zoeterwoude iets maatschappelijks gingen organiseren voor de gemeente. En dat heeft er uiteindelijk toe gebracht dat wij samen met een groepje jongeren twee middagen hebben georganiseerd bij Emmaus. En zo een beetje zo jong en oud in contact te brengen. Bingo met bejaarden. Ja, bingo en lekker een rondje lopen, ondertussen gitaar, sjoelen, alles kwam voorbij. Wat vonden ze ervan? Ze vonden het heel leuk. Ja, alle reacties die we kregen, dat vonden ze heel leuk. Ook van de begeleiders en de mensen die er werkten. Die zeiden allemaal wat leuk dat jullie dit doen. Want ze zien natuurlijk heel weinig jongeren. En daarvoor dachten we, dat is de doelgroep waar we wat mee willen doen, zeg maar. Hoe is dat om zo'n prijs te krijgen? Ja, wel leuk. Wel leuk. Ik vond het een beetje spannend toen ik er net stond. En ik had het eigenlijk ook niet verwacht tot aan de laatste twee dagen. Toen begon al een klein vermoeden te komen. En toen ik hier binnenkwam en mijn broertje en zusje ook zag staan, dacht ik, nou ja, ik ben hier wel met een reden, zeg maar.